kijk eens, de profielschets is unaniem aangenomen. Mevrouw van het Veld, u bent sinds 1 november waarnemend burgemeester van de gemeente Almelo. Welke vraag hebben de mensen u de afgelopen weken het meest gesteld? Oh, welke vragen? De vraag, hoe vind je het hier? En ik vind het hier heel leuk. En daar waren de mensen tevreden mee? Ja. Nou ja, ik hoorde ook wel terug dat mensen aan me zagen. Zelfs de commissaris zei het van de week tijdens de raadsvergadering. Je hebt het volgens mij goed naar je zin. Ik zei dat klopt. Ja. Waar kende u Almelo van voordat u waarnemend burgemeester werd? Ja, ik ben vanaf mijn 18e ben ik heel veel hier in Twente geweest. Omdat ik een vriendin in Tubbergen had. En vrienden die uit Frieseveen kwamen. En toen heb ik eigenlijk de liefde voor Twente gekregen. En ook daarna ben ik hier heel vaak op vakantie geweest. Ja, en dan kwam je natuurlijk ook wel eens in Almelo als je in Twente was. Wat is, voor zover u kunt bekijken, het meest opgevallen in contact met de inwoners van Almelo tot nu toe? Nou, ik ben natuurlijk net begonnen en de eerste week had ik heel veel raadsvergaderingen en ben ik over heel veel dossiers bijgesproken. En ik wil eigenlijk nog veel meer de stad in, maar dat zat de eerste periode er nog niet in. Dus ik heb nog niet zo heel veel inwoners gesproken, maar zaterdag ga ik bijvoorbeeld Sinterklaas hier binnenhalen en dan hoop ik heel veel mensen te spreken. Ik heb wel wat mensen gesproken en iedereen vraagt natuurlijk aan me, hoe vind je het hier? Ja. Als ik mijn huiswerk goed heb gedaan, dan bent u vanaf 2011 burgemeester. Wat vindt u het mooiste aan dat ambt? Het mooie is dat je voor mensen van betekenis kan zijn. Ik zeg altijd, het mooiste werk van een burgemeester is het werk wat je achter de schermen doet. Dat je net voor mensen even het verschil kan maken of wat verbinding kan leggen of wat aandacht aan mensen of initiatieven kan geven. En dat is eigenlijk het mooiste werk van het burgemeestersambt. U was zeg maar voorzitter van het politiek beraad afgelopen dinsdag, waarin de commissaris van de Koning de profielschets voor de nieuwe burgemeester in ontvangst nam. Wat vond u het mooiste of het belangrijkste in die profielschets? Oh, wat ik er het belangrijkste in vond? Nou, dat is wel een gevaarlijke vraag, want ik ga er natuurlijk niet over. Wat ik mooi vond, dat de raad duidelijk was wat voor type burgemeester ze zochten. Maar ook het eerlijke verhaal over Almelo vertelde. Dus als een nieuwe burgemeester die denkt, ik ben geïnteresseerd in Almelo, dan zeg ik, solliciteer vooral, het is hier echt heel erg leuk. En er is hier echt genoeg te doen. Maar die weet ook echt waar die aan begint. En dat vond ik eigenlijk heel erg mooi. Hoe groot is de kans dat u na juni volgend jaar burgemeester van Almelo bent? Nee, ik ben echt als waarnemer benoemd voor deze periode om te overbruggen totdat er een nieuwe burgemeester is. En daar zijn gewoon goede afspraken over gemaakt met de commissaris. Dat zegt u heel overtuigend, dus dan is het ook zo? Ja, dat is ook zo, ja. Heel veel succes namens Avisie in uw functie als waarnemend burgemeester van de gemeente Almelo. Dank u wel. En ik hoop de komende 7 maanden heel veel inwoners te mogen ontmoeten. En ik hoop dat ik ook, als ik straks, als de nieuwe burgemeester er is, inderdaad, dan ga ik weer weg. Maar dan hoop ik blijvend ambassadeur van Almelo te zijn. Die houden we erin. Dank u wel. Graag gedaan.